Tussen Brabant en Limburg ligt een mozaïek van landschappen. Beken en moerassen, graslanden, akkers, heiden en bossen wisselen elkaar voortdurend af. Dit is Kempenbroek. En net als de meeste landschappen is ook dit gebied in ontwikkeling. Hier streven we naar een veerkrachtig ecosysteem, een verbeterde waterkwaliteit, aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en een bloeiende rurale economie. Dus wordt er gekeken en gezorgd voor het water en de natuur. En er wordt gewerkt aan behoud en ontwikkeling van het gebied. Maar wie moet dit eigenlijk gaan doen? De provincie Brabant, de provincie Limburg, de gemeenten. Kempenbroek valt niet onder één, maar onder verschillende overheden. Zelfs onze zuidenburen gaan over het gebied. De ontwikkeling van dit ecologisch pareltje vraagt om een gecoördineerde aanpak. De sleutel? Gebiedsgericht werken. In deze serie gaan wij hier dieper op in. Gebiedsgericht werken biedt een oplossing voor complexe uitdagingen van gebieden zoals Kempenbroek. Gebiedsgericht werken brengt verschillende maatschappelijke opgaven samen, zoals goede waterkwaliteit, overstromingsgevaar, opwekken van duurzame energie, gezonde natuur en voldoende woningen. Ook brengt het alle betrokken partijen samen, zoals overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden, zoals ondernemers en burgers. Op deze manier kunnen de partijen belangen afwegen vanuit een vertrouwensbasis en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het RWO Expertisecentrum gebiedsgewijs neemt hierbij geregeld de rol van projectleider, procesmanager of adviseur gebiedsontwikkeling in, of als expert rondom een bepaald thema. Gebiedsgericht werken richt zich op een gezamenlijk doel van de betrokken partijen in het gebied en streeft samen naar een duurzame toekomst voor Kempenbroek en voor vergelijkbare gebieden in heel Nederland en andere landen. Kortom, gebiedsgericht werken biedt een alomvattende aanpak om gezamenlijk gebieden verder te ontwikkelen. Samen met lokale betrokkenen in het gebied en met de regionale en landelijke overheid. Op deze manier kunnen we de uitdagingen van een gebied als Kempenbroek goed aanpakken en tot integrale, gedragen en duurzame oplossingen komen. Maar hoe komt gebiedsgericht werken precies tot zijn kracht in de praktijk? Hoe passen we dat toe? Welke lessen kunnen we eruit halen? En voor welke uitdaging staan we? In de volgende inzichten geven wij antwoord op deze vragen en meer. We gaan langs verschillende gebieden waar gebiedsgericht werken op dit moment wordt toegepast.